Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook Tires, Collet Rental & Sales, Febo en Mackler.com. Create Interactive Publications. Dit is de Supercar Challenge powered by Hankook. Dag dames en heren, welkom vanaf een bloedheet circuit zolder in België. Daar waar de temperaturen richting de 30 graden Celsius gingen. De coureurs moesten weer het maximale eruit weten te halen. En dat is geen eenvoudige taak op dit 4 kilometer lange circuit. Waar de muren dicht langs de baan liggen. De curbstones verraderlijke speedbumps hebben. En met 3 chicanes de remmen maximaal op de proef worden gesteld. Vandaag ziet u bij ons een verslag van beide 1-uurswedstrijden van de Supercar Challenge. Maar we openen vandaag met de GTM Prototype Challenge. Het kampioenschap voor snelle en wendbare sportcars. Zoals het team van Del Dies Racing. Ze rijden in de CM Prototype klasse. De meervoudig en tevens regerend kampioen hebben in 2018 een nieuw wapen. De turbo variant. Ja, ze pakken direct ook pole position algemeen. Is dat nou te danken aan de nieuwe wagen of hun baankennis? Ja, je kan de baan blind rijden. Maar dat kan je op de meeste circuits die we regelmatig gaan doen wel. Maar het blijft toch leuk om tegen jezelf te vechten. Om telkens sneller te gaan en proberen iedereen te verslaan. Want het is toch wel, het is geen heel groot startveld, maar de concurrentie is toch stevig. Tweede plaats in de kwalificatie is er voor LMP3-coureurs Jean-Marc Ubrek en teamgenoot Jean-Pierre Lequieux. Opnieuw met de Ginetta G57, 600 pk. Maar met 900 kilogram ook meteen de zwaarste in het prototypeveld. En dan moet je voorzichtig omgaan met de Hankook-banden. Temperatuur van het asfalt liep al snel op tot 42 graden. Dat merken ook de nummers 3 in de kwalificatie. Het team van Alain Berg en Tim Gray. Bepaalde onderdelen werden zo heet dat ondanks heat shielding er toch problemen ontstaan. En die hebben ze helaas ook tijdens de wedstrijd. En dan in de Super GT-klasse komt hij aan, de krachtige Pumax van Henk Thuis. Voorzien van een 6,7 liter V8 motor met maar liefst 600 pk. Dit is de meest krachtige auto algemeen, maar met het hogere gewicht en de mindere downforce zal het geen eenvoudige wedstrijd worden. Thuis staat op positie nummer 4, plekje daarachter staan Mathies Bakke en Xavier Ibran Pardo. De Vries en de Spanjaard hebben zich weer ingeschreven met deze Ligier JSP3, 420 pk op 900 kilogram. Ze start als tweede in de LMP3-klasse. P6 algemeen is voor de Duitse Max Arshoff. Hij was 100ste langzamer dan de Ligier. Arshoff start met een Praga R1 Turbo. 180 pk op 592 kilogram. En dit is nieuwkomer Roman Crummins. Helemaal uit Australië naar het circuit Zolder gekomen om te racen. Hij is gebrand om hier direct te gaan scoren. Voorlopig is hij nog 2 seconden los van Max Arshoff die vanaf de derde rij gaat starten. De Wolf GB08, 260 pk op 540 kilogram, wordt ingezet door team van Bas Scooter Racing. We gaan nu meenemen naar race nummer 1 op het circuit van Zolder. 60 minuten, 3 auto's starten door problemen vanuit de pitstraat. Kopstart meteen genomen door Norma-rijder Tim Joosen. En een goede start ook van Henk Thuis met de Pumax pak positie nummer 2 voor Jean-Pierre Lequieux. Thuis valt dan terug en vecht in het verdere verloop van de wedstrijd om de derde plaats met Max Arshoff hier achter in uw beeld. Vooraan onbedreigd. Eerste zegen van het weekend voor Del Dies Racing. Winnen ook de CN-klasse. En daar staat ook de Australiër Roman Crummins op het podium. Hij wordt na een sterke wedstrijd derde. Achter Max Arshoff kwam 3/10 tekort voor P2. Zit nog veel meer in voor de Australiër voor de tweede wedstrijd. And perhaps that's my objective, yes. We try. I see where my weaknesses are compared to him. So see how we go. We have to try. Geen overwinning voor Mathies Bakke en Xavier Ibran Pardo in het LMP3-klassement. Problemen met de versnellingsbak. Ze worden tweede. Jean-Pierre Lequieux en Jean-Marc Ubrekke pakken de winst. Een tweede plaats voor de Belgen Ooms en Guillon in de SR3-klasse. Winst is er voor de Radical van Wim Jurres. En tot slot de Super GT-klasse. Benny van Elk met de Mooster valt uit. P1 is voor de Pumax van Henk Thuis. Dat was in het kort race nummer 1. We gaan nu meenemen naar de tweede race van de GTM Prototype Challenge op het circuit van Zolder. Begin jullie verreden de Zolder Super Prix. Opnieuw op pole position. Tim Joosen en teammaatje Luc de Kok. De rondetijden tijdens race nummer 1 waren trouwens 2 seconden langzamer dan in de kwalificatie. Het is warm. Het is heet. Del Dies Racing deelt de eerste rij met LMP3-klasse deelnemers Jean-Pierre Lequieux en Jean-Marc Ubrekke. Lequieux start voor de eerste stint. De derde plaats is er voor Henk Thuis met de Pumax RT.
In race 1 was hij ook al als eerste bij de eerste bocht, maar werd daarna verschalkt door de snelle Norma van Del Dies Racing. Kan Thuis die stunt herhalen? Nou, Thuis is bij de start van die tweede wedstrijd misschien iets te snel weg. Want hij vliegt er meteen vol in het midden van de beeld. Henk Thuis komt hij aan met de poepaks, pakt meteen de kopstart van deze tweede wedstrijd over 60 minuten. Geen goede start voor Luc de Kok met de Norma M20 FC Turbo. Ligt op positie nummer 4 vlak daarachter. In het wit-rood is het Matthijs Bakker. Begonnen vanaf positie nummer 5 en die vindt eigenlijk heel snel de aansluiting op het lange rechte stuk. Rechts achterin, daar wint hij in positie naar P4. Henk Thuis ligt nog eerst, had een valse start, krijgt er door 30 strafseconden, maar heeft voorlopig nog zijn voorsprong. Kijk eens wat erachter gebeurt. Daar komt de aanval van Jean-Pierre Lequieux ten opzichte van Max Aschoff. Lequieux in het zwart naar 2, Aschoff nu op positie nummer 3 en die staat op zijn beurt onder druk van Matthijs Bakker met de Ligier JSP3. En Lequieux gaat de aanval openen op leider in de wedstrijd. Henk Thuis met de Pumax RT zit er heel snel achter. Beiden hebben ongeveer hetzelfde vermogen, maar daar komt Paero in één keer de Ginetta naar voren op het lange rechte stuk. Binnenkant, papa, pakt die P1 en Matthijs Bakker, 8 in de beeld, zit nog steeds achter Max Aschoff met de Praga op positie nummer 4. Dan de binnenkomst van Luc de Kok. Had al geen ideale start, verklaart later. Ik had benzinedrukproblemen, rijdt al wat langzamer over het circuit. Alain Berg verkijkt zich op zijn rempunt en beide auto's raken elkaar. Alain Berg kan even later wel verder met de Praga, maar het is game over voor het team van Del Dies Racing. Ik hoop dat ze kunnen repareren. Dat is wel belangrijk voor ons. Ook voor de belkaart deze middag. En oké, we zien wat er gebeurt. Hopelijk kunnen we nog eens buiten rijden nu. Oké. We zijn terug op de maan. Duel om de derde en vierde plaats in de wedstrijd. In het blauw-geel de Praga van Max Aschoff. Die wint het qua rempunt in de chicanes. Maar hij weet dat vlak daarachter Matthijs Bakker zit met die krachtige Ligier. Ligt nu vierde in het wit-rood. Die wacht op het lange rechte stuk. Die trapt hem in en al op vermogen zet hij de aanval in naar positie nummer 3 in de wedstrijd. Let op de Praga rechts in het geelblauw. Die rent laat, maar kiest hij aarde voor zijn geld. Hij gaat naar P4. Bakker naar positie nummer 3. Ligt op dat moment tweede in de LMP3-klasse achter Lequieux en Ubrecht met de Ginetta. En Bakker in het rood weer snel. Qua rondetijd een seconde sneller dan de Pumax van Henk Thuis. Dus zit hij er snel achter en gaat hij ook voor de verplichte pitstop er al voorbij. En de Henkhoekbanden hebben het zwaar op dat tropisch warme circuit van Zolder in België, waar Matthijs Bakker zijn eerste stint voortreffelijk heeft gedaan. Ik was helemaal tevreden. Die auto top, want gisteren hadden we een kapotte versnellingsbak. Moesten we 3 keer de auto resetten onderweg. En nu bleef je heel, dus thanks to the team, hè. De Nederlander en de Spanjaard worden met de Ligier uiteindelijk tweede in het LMP3-klassement. Qua rondetijden komen ze 18e tekort op Lequieux en Uberrekken. Dit is de winnaar in de C1-klasse, Roman Krummens met de Wolf van het team van Bas Scooter Racing. Wordt uiteindelijk nog derde algemeen omdat Henk Thuis een tijdstraf krijgt vanwege de valse start. Dit is het podium in de LMP3-klasse, weer Lequieux en Ubrecke. En in de C1-klasse, Roman Krummens voor Max Aschoff en Tim Gray en Alain Berg met de Praga. Dan het podium in de Super GT-klasse, tweede zegen van het weekend voor Pumax-rijder Henk Thuis. Dan de SR3-klasse. Ze werden tweede tijdens race nummer 1, ondanks snelste rondetijden. Nu opnieuw verder weg het snelst op de baan. En ze gaan winnen met de Praga. Hun eerste raceweekend. Bart Ooms en Roderick Guillon. Wim Jurres met de Radical zit qua rondetijden nu ver achter. Maar gaat 2 seconden en pakt P2 in de SR3-klasse. Bart Ooms reed voor de eerste maal met de Praga van het team van Blueberry Racing. In race 2 zijn rondetijden maar liefst een seconde sneller. Hij kan tevreden terugkijken op zijn eerste weekend. Ja, zeker met deze temperatuur was het heel warm in de auto. En, we hebben een heel mooi weekend gehad, ik en Roderick. We hebben ons reuze geamuseerd. De wagen die was gewoon super. We hadden toch wel een 1.36 uitgekregen, dus het is top. Voor ons kan het niet stuk dit weekend. Twee wedstrijden gehad van de GTM Prototype Challenge op het circuit van Zolder. Maar er stonden meer klassen aan de start. De Supercar Challenge, powered by Henkoek. Voor race nummer 5 en 6 van het seizoen. Voor de tweede maal zijn we dit jaar al in België. Na Spa en Zandvoort is het nu tijd voor Zolder. Met op pole position voor race nummer 1, Bas Schouten en Bart Sluis. Zij staan in het kampioenschap nu op positie nummer 8. Ze stonden eerste na de eerste twee wedstrijden van het seizoen op Spa-Francorchamps. Op Zandvoort ging het mis. Op positie nummer 2 op de startkit. Teammaatjes Willem Meijer en Michael Verhagen ook zijn met een BMW M4
silhouet. Daarachter staat het geweld. Daar komt een slagschip aan van Porsches. Aangevoerd door Koen Wouters met de Porsche. Nog niet heel veel geluk gehad dit seizoen in het kampioenschap. En altijd snel en al gewonnen dit jaar, John de Wilde. Wij zijn benieuwd hoe snel de Porsches zijn hier op het circuit van Zolder. We kijken ook naar de Supersport 1-klasse met de Pol in Zolder. Dennis de Borst met de Cupra. Samen met teammaatje Stan van Oort. Op dit moment derde in de tussenstand van het kampioenschap. René Steenmetz staat daar aan de leiding. Achter de Cupra van Dennis de Borst staat de BMW, de krachtige BMW van Ruud Olij. En de BMW van Robert en Benjamin van den Berg. In de sportklasse is er pole position voor Bart Drost met de Renault. Leider in het kampioenschap daar is Rob Nieman, zijn teammaatje. Met één actie. We gaan nu meenemen naar race nummer 1. En Michael Verhagen en Willem Meijer, de leiders in het kampioenschap in de GT-klasse, staan meteen onder druk van een Porsche-rijder. Dat is John de Wilde. Die is snel weg. Koen Wouters op positie nummer 4. Vooraan Bas Schouten. Nee, het is Willem Meijer op positie nummer 3 voor in beeld. Verliest dus meteen al een plekje aan één van de Porsches. Schouten is er meteen als een haas vandoor. Kijk maar, dekt al meteen een gat met de rest van het veld. En dan rook bij deze man. Dit is Daanmeijer, einde eerste ronde. Stilzetten, brand, brandblusser, paniek. Daanmeijer, eerste weekend in Spa. Begon goed met twee plekken bij de eerste vijf. Zandvoort was al minder en nu is het weekend al klaar. Na amper één rondje in België. Dat is zuur. Team van Boda Racing krijgt de Porsche niet gereed voor race nummer 2. Na een korte safety car situatie krijgen we een herstart. Waarbij John de Wilde meteen onder druk staat voor positie nummer 2 in de wedstrijd. Oeh, daar komen ze hoor, rechts. Koen Wouters schuift met de Porsche door naar P2. Neemt mee Willem Meijer. De Wilde verliest twee plekken. De top 4 blijft ongewijzigd tot aan de verplichte pitstop. Goede eerste stint van Koen Wouters ligt op P2. Maar mist de aansluiting met de BMW van Bas Schouten. Het liep goed tot ongeveer minuut 20 en toen begonnen de bandjes wel warm te worden en te schuiven. En ik zag dat de BMW daar minder last van had, spijtig genoeg. Want in pure snelheid zijn ze niet te halen voor de Porsches, spijtig genoeg, alweer. En dit is de leider in de wedstrijd. Wartsluis heeft het stuur overgenomen van Bas Schouten met de BMW. De Porsches kwam rondetijd in een 1.37, de BMW als enige in een 1.36. Wat gebeurt er in de andere klasse? Om te beginnen de Supersport 1-klasse. BMW Ruud Olij leidt voor de man die op pol stond. Dennis de Borst met de Seat derde nu op boord bij Marcel van der Maat met de BMW. Seat-rijder de Borst zei vooraf al, joh, met die voorwiel aangedreven Seat hebben we het hier erg lastig. Daarna door de warmte de turbo's minder effectief, minder vermogen. We gaan het lastig krijgen, dus moet ik gaan verdedigen. Verdedigen op Marcel van der Maat. Die zoekt, die kijkt, die vindt in deze bocht een positiewinst. Gaat door naar positie nummer 2. De Borst derde. De leiding nog steeds BMW-rijder Ruud Olij, maar die gaat later terugvallen. Dan de sportklasse. Links Sandra van der Sloot merkt dat het warm is. Ze strandt op positie nummer 4 met de Alfa samen met John van der Voort. Chris Voet en Bart van den Broek met de Peugeot openen de aanval op de Renaults van Bart Drost en ook die van Rob Nieman. Maar zij hebben meer resultatenseconden bij een pitstop, wordt uiteindelijk derde. En dus tweede Bart Drost en winnaar wordt Rob Nieman met de Renault 1.6 Turbo. Vooraan, algemeen en winnaar in de GT-klasse Bas Schouten en Bart Sluis. Alle lampjes knipperen op het dashboard, remmen, temperatuur, maar ze gaan me door blijven rijden. Het komt wel goed en effectief. We zijn eens aan de eindmeet geraakt. Dankjewel aan Just en het ganse team. We hebben een fantastische wagen voorbereid na de akkefietjes in Zandvoort, maar dat hoort erbij. Maar we staan er terug en ik ben blij voor het ganse team en voor Bas. De BMW-rijders gaan van P8 nu naar P6 in het kampioenschap. De gebroeders Wouters worden tweede op het podium met de Porsche voor John de Wilde. Ook hij met een Porsche in de Supersport 1-klasse. De BMW van Marcel van der Maat en Peter Schreurs voor Dennis de Borst. En Stan van Oort met de Cupra. En Ruud Olij wordt derde met de BMW M3. Ja, het is gewoon een gigantische uitputtingsslag voor mens en machine. En heel veel mensen hadden er last van. Zo wij ook. In de laatste 2,5 ronde bleef hij vastzitten in de 4. Dus ik wil eigenlijk niet veel anders dan dit doen. Dus ik fingers crossed dat het echt goed ging. Dus ja, mooi behouden, toch eerste. Ja, net genoeg om toch wel het hoogste podium treden te pakken. Dan de Supersport 2-klasse. Twee uitvallers daar. Patrick de Vrede en Rogier de Leeuw doen opnieuw met hun overwinning de beste zaken voor het kampioenschap. Tot slot de sportklasse. Peugeot-rijders Chris Voet en Bart van den Broek worden derde. Bart Drost pakt P2 en Rob Nieman, leider in het kampioenschap. Tactische reden, doet weer de beste zaken voor de titelstrijd. Op een gegeven moment zijn we gaan rekenen en we zijn de rondetijden gaan rijden om zo min mogelijk de banden te belasten. En dat lukte eigenlijk wel goed, maar op een gegeven moment konden we die rondetijden ook gewoon niet vasthouden. Want het is zo verschrikkelijk zwaar voor de remmen en de banden. En ook de coureur die had het best wel zwaar.
Maar het ging gisteren goed in de kwalificatie. Het gaat vandaag goed in de race. Nou, morgen nog en dan hebben we een topweekend. De eerste race hebben we gehad op het circuit van Zolder in België. Dag nummer 2 wordt het alleen nog maar warmer en krijgen we verhitte gevechten op de baan. Blijf op 7. Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook Tires, Collet Rental and Sales, Febo en Mackler.com. Create Interactive Publications. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Hankook Tires, Collet Rental and Sales, Febo en Mackler.com. Create Interactive Publications. Welkom terug bij de Supercar Challenge powered by Hankook. Voor de break zag u race 1 vanaf het circuit van Zolder. We gaan u meenemen naar race nummer 2 op de zondag. Het is nog warmer, tropisch warm. Wat voor een wedstrijd gaan we krijgen in de 4 verschillende klassen van de Supercar Challenge powered by Hankook. Winnaars van race nummer 1 in de GT-klasse werden Bas Schouten en Bart Sluis met de BMW M4 Silhouette. En ook zij staan weer op pole position, net zoals race 1 voor nu de tweede wedstrijd in België. Hun teammaatjes bij JR Motorsports, Willem Meijer en Marco Verhagen, stonden op de startkit van race nummer 1 ook op positie nummer 2. Maar zij werden uiteindelijk slechts 7e in de GT-klasse. Onder het tempo van Sluis en Schouten teammaatjes niet volgen. Eens kijken of ze nu wel voor wat verkoeling kunnen gaan zorgen tijdens race nummer 2. Dan Koen Wouters samen met zijn broer Chris. Wat een fantastische eerste race. Kunnen de Porsches een vuist zometeen gaan maken ten opzichte van de BMW's? Dat gaat ook voor deze John de Wilde. Uiteindelijk in de uitslag van race nummer 1, derde in de GT-klasse. In de Supersport 1-klasse pole position voor Dennis de Borst. Hij werd tweede tijdens race nummer 1. Achter hem in die klasse op de startgrid staat de zeer snelle M3 GTR van Ruud Olaar. Oeh, die was supersnel tijdens race nummer 1, werd derde. En op de derde plaats startkit in de Supersport 1-klasse Benjamin van den Berg met de BMW E90. Start van race nummer 2. Het is nog warmer in België. Het is tropisch warm. Wie gaat zijn wedstrijd opbouwen of wie vliegt er vol in? De Porsches hebben een plan. Zo ook Koen Wouters. Maar die krijgt het lastig bij de start. Gezien vanuit de auto van Dennis de Borst. Voor hem zit het peloton met Porsches. Let op. Rechts in uw beeld. Daar komt in het blauw-wit. Dat is de auto van Koen Wouters. Wordt er geblokt door Marco Verhagen. Goeie start is er ook voor John de Wilde. En Wim Mulders. Uitgevallen tijdens race nummer 1. Begint vanaf P6. Ligt nu meteen 4. De BMW's nog op 1 en 2. Dan de start in de Supersport 1-klasse. Pol voor Dennis de Borst werd tijdens race nummer 1 verslagen door deze Ruud Olij. Zit er nu nog voor. Ook de BMW van Martin Lanting rechts zit erbij. Maar die rijdt in de GT-klasse. Schreurs, winnaar van race nummer 1, komt dan onder druk te staan rechts van Jack van den Ende met de Cupra. Uitgevallen tijdens race nummer 1 met een kapotte oliepomp. Opent bijzonder snel. Aanval van Seng Saikizar in het geel-zwart. Twee keer op het podium in Zandvoort. Schuift nu door naar P7 in de GT-klasse. Terug naar de Supersport 1-klasse. De Borst voor Olij. En hoe lang houdt de Cupra-rijder het vol met die voorwiel aangedreven Cupra? De wielen moeten eerst recht staan voordat je vol op het gas gaat. Ja, de concurrentie komt heel snel dichterbij. P2, 3 en 4 is al een duel. Wij gaan terug naar de GT-klasse. En komen erin bij Koen Wouters. Die ligt vijfde, maar zet de aanval hierin. Beetje lompen en geforceerd op Wim Mulders. Maar het is wel weer... Nee, voor in beeld. Daar problemen voor Michael Verhagen. Verliest P2, verliest nu ook P3 in de wedstrijd. Poeh, weer problemen voor Verhagen. Komt hij door de positie nummer 4. De achter Wim Mulders, maar die komt onder druk te staan van Bob Herber. Eerste bocht, circuit van Zolder, de eerste linker. En Herber schuift een plekje door. Achter Mulder zit nu de Porsche van Saikizar. Ook die komt snel dichterbij in het geel-zwart. Vooraan Bas Schouten met de BMW. Gevolgd door John de Wilde, gevolgd door Koen Wouters. Hé, hey! En dit is vertrokken vanaf positie nummer 3 in de Supersport 1-klasse. De BMW van Benjamin van den Berg. Lichaamstaal van broer Robert zegt al genoeg. Ze gaan uiteindelijk wel weer de baan op, maar komen 14 rondjes voor het einde toch definitief terug in de pitstraat. Het is game over en laten daarmee hele dure punten liggen in de strijd om de titel. Wat gebeurt er in de Supersport 1-klasse? De Borst nog steeds aan de leiding. Ruud Olij op positie nummer 2, gevolgd door een sterke rijder Jack van den Ende met de Cupra. Daarachter onder andere Ronald en Luc van Loon.
Onboord bij Peter Schreurs. Daarvoor zit Jack van den Ende samen met Max Veels uitgevallen tijdens race nummer 1 door een kapotte oliepomp. Maar van den Ende nu op snelheid. En de winnaar van race nummer 1, deze Peter Schreurs, moet vol aan de bak. Dat kan hij toen op vermogen. Mooie beelden dit. Wie, oh wie, heeft de langste adem? Nippen, knijpen? Nee. Van den Ende zit er nog voor. Schreurs mag opnieuw gaan bouwen aan een aanval. Duel derde en vierde plaats. Maar we kennen het verhaal van de Cupra's. En dan is het uitkomen van de bocht. Dan is eerst de wieltjes recht. En dan heeft de BMW al het vermogen, de snelheid. En hopla, dan is hij er toch voorbij. Of gaat van den Ende nog voor een ultieme tegenaanval? Nop, dat gaat hij niet halen. Schreurs gaat hierdoor naar positie nummer 3 in de Supersport 1-klasse. Van den Ende geeft zich niet heel snel gewonnen. Vooraan trouwens nog steeds Dennis de Borst. Bouwt zijn voorsprong iets uit op Ruud Olij met de BMW. Dit is het gaatje met de groep daarachter. In het oranje Peter Schreurs, gevolgd door Jack van den Ende. Daarachter is het de leider in het kampioenschap in de Supersport 1-klasse, René Steenmetz. Die kwam tijdens de eerste race niet verder dan P6. Dit is het duel om P8 in de Supersport 1-klasse. Ronald van Loon in duel met de Lotus van Priscilla Spilman. Lekker band gehad van Loon in de slotfase van race nummer 1. Zijn tactiek was nu niet te veel curbstones, niet uitremmen, gewoon blijven rijden. Maar hij pakt die wel aanvallend een plekje winst. Ligt nu 8e in die Supersport 1-klasse. Update van de sportklasse. Rob Nieman had haar pol, verliest snel de leiding aan de Peugeot van Chris Voet. Wordt daar geknokt tussen 4 auto's. Oh, dit is Supersport 2. Dit gaat maar net goed. In het zwart is het Patrick de Vrede. Raakt dan net niet de Peugeot van een andere deelnemer uit die Supersport 2-klasse. En dat is Nicolas de Lancre. En die neemt met de Peugeot 308 uitgevallen tijdens race nummer 1 nu ook de leiding over in die klasse. Terug naar de GT's. Waar dit het duel is om positie nummer 2 en 3 in de wedstrijd. Vooraan Bas Schouten, gevolgd door John de Wilde met de Porsche. Daarachter Koen Wouters. Die wil na eerdere pech dit seizoen onder andere op Spa-Francorchamps. En doet het. Hij schuift door naar positie nummer 2. Met alle respect trouwens bij de Porsche-rijders in een fantastisch duel. Maar ze kunnen het tempo van BMW-rijder vooraan Bas Schouten niet volgen. De BMW M4 silhouet van JR Motorsport lijkt op weg naar 2 uit 2 in Zolder. Terug in de sportklasse. Chris Voet en Bart van den Broek leiden daar met de Peugeot. Maar dit is het gave van die sportklasse. Waar de Renaults van Rob Nieman en Bart Dros snel zijn. Maar ook de Alfa met onboord deze Sandra van der Sloot. Aan het klokken met de enige overgebleven Renault-rijder van het team van Spirit Racing. Want Rob Nieman is al na 3 rondjes klaar. Kokende koelvloeistof over de motor. Dat is game over. En van der Sloot vecht met Bart Dros. Gaaf om naar te kijken. Duel om P2 en P3 in de klasse. Renault versus Alfa, Turbo versus atmosferisch. Op vermogen met Turbo heeft hier Dros de kwaliteiten. Maar oeh, van der Sloot. Weet hoe ze hier op zolder, op welke punt op zolder, ze de aanval in kan zetten. Dit is laat hebben, heel laat. Maar haalt ze het dan aan de binnenkant? Het antwoord is ja. Ze gaat door naar P2. Bart Dros ligt dan op P3 in de sportklasse. Terug in de GT-klasse. Bas Schouten leidt met de BMW voor Koen Wouters. John de Wilde ligt derde daarachter de BMW. M4 silhouet van Michael Vraag heeft wat tijd verloren, maar begint op stoom te komen. En zijn target is nu John de Wilde. Vijfde ligt Bob Herber. Dit is het duel om P6 en 7 in de wedstrijd. Wim Mulders ligt op P6 met de witte Porsche. Gevolgd door de Turk Seikizar. Begonnen vanaf P7. Die heeft haast. Einde rechterstuk probeert het aan de binnenkant. Mulders gooit dan de deur dicht. Bij de auto's raken elkaar heel even. Mulders dan richting de grindbak. Dan krijg je stof met die warmte van hier tot assen. De auto van Mulders staat niet op een hele fijne plek. Uitkomen bocht nummer 1. Linker plek. Dus terecht een safety car. Die is iets meer dan 6 minuten op de baan. Dan krijgen we dus zometeen een herstart. En kan Koen Wouters dan een vuist maken ten opzichte van Bas Schouten? De officials klappen de parasol ervoor in. Antwoord is nee. Verschil blijft even groot. P3 John de Wilde, gevolgd door Michael Verhagen. Daarachter zit, aha, daar is hij, Bob Herber. Jazeker, door die herstart nu de aansluiting gevonden bij Verhagen. Daarvoor in het wit zit de Porsche van John de Wilde. Die loopt snel weg. Herber zoekt, Verhagen verdedigt slecht. Dus is er ruimte aan de binnenkant. Daar komt Herber net iets te kort. Die neemt trouwens nu mee met achter zich aan Seikizar in het geel-zwart. De Turk met de Porsche. Daar komt hij al aan. Kijk, die zit in de wachtkamer. Herber dringt aan, nog steeds, bij Verhagen. Verschillen blijven nu gelijk. De Wilde, Verhagen, Herber. Dan de Supersport 1-klasse. Over gevechten gesproken. Ruud Olij is daar weggevallen. Lacht tweede. Dennis de Borst nog steeds aan de leiding. Voelt de druk van deze Jack van den Ende. Zit vlak achter Peter Schreurs. Kijk.
Kijk eens wat gaaf. Beide mannen naast elkaar vechten om P2 in de klasse. De BMW versus de Cupra. We kennen het verhaal van de voorwielaangedreven auto's. Maar dit haalt hij op vermogen niet. Schreurs naar P2 achter Dennis de Bos. Wat gebeurt daarachter? Ted van Vliet. Joa, vol op Steenmetz. Dat is een gewaagde aanval. Van Vliet sterk rijdend met de BMW. Haalt het niet. Steenmetz blijft op positie nummer 4. Tijd voor de pitstops. En knap hoor dat Dennis de Bos nog steeds de leiding heeft in de Supersport 1-klasse. Want als je kijkt naar de sectortijden is Peter Schreurs in sector 1 en 3 verreweg het snelste. Ruud Olij met de BMW in sector 2. Maar deze pitstop gaat wel beslissend zijn. Let op. Slaan op de voorkant. Ga nou. Ja, want wij zien het ook gebeuren. Voor jullie beeld. Hey, daar is de BMW van Luc van Laan. Die wint een plekje en dat stond niet in de planning bij Fable Racing. De gordel die konden we niet goed vinden. Ze hebben iets tijd verloren. Jammer. Voor de rest een fantastische start, mooie stint, goed weg kunnen rijden. Helaas door de safety car werd dat gat weer gedicht, maar goed, we zijn weer goed onderweg. Ik heb er alle vertrouwen in, echt. Resumé, Dennis de Borst en Stan van Noord liggen 4 in de klasse, derde Luc van Loon. Daarvoor zitten Ted van Vliet en Jackie van den Ende, 2 en 1. Die rijden dus langer door, maken op het laatste moment straks een pitstop en hebben geen resultatenseconde. En dus kunnen zij straks ook weer op P1 en P2 terugkomen in de klasse. Dan de Supersport 2-klasse. Patrick de Vrede is daar gespind met de BMW. Dit is de leider in de wedstrijd met de Peugeot, Nicolas de Lenkre. Terug naar de GT-klasse. De snelste auto's vooraan het veld. Deze man domineert. Opnieuw snelste raceronde voor Bas Schouten. In alle sectoren verreweg het snelste. Tweede Koen Wouters, derde de Porsche van John de Wilde. Gevolgd door BMW-rijder hier in beeld Michael Verhagen, Bob Herber en Seng Seikizar de Turk. Die maar in het geel-zwart niet de aansluiting kan vinden. Binnenkomst van de nummer 4 in de wedstrijd. Dit is Michael Verhagen. Verloor bij de start weer posities. Komt uiteindelijk wel binnen op positie nummer 4. Gaat het stuur hier nu overgeven aan Willem Meijer. Maar waar zat het tijdverlies nou in de openingsfase van deze wedstrijd? Verhagen vertelt. Ja, eigenlijk met optrekken ziekenhuisbocht. Ja, viel de motor uit. Dus ja, de motor uit, contact uit en weer aan. En ja, dan verloor twee plaatsen. Ja, daarna zijn we gewoon aan kunnen haken. En de bandje is perfect weer ingeleverd, dus het is nou aan Willem om te trappen, dus ja, wel tevreden. Binnenkomst vanaf positie nummer 5, Bob Herber rijdt deze tweede wedstrijd trouwens samen met Daan Meijer. We gaan nog even terug naar het moment van die safety car. Daarna probeerde Herber de aansluiting te vinden meteen, maar dat lukte niet. Ja, er zat een achterblijver tussen, dus we hadden een klein beetje pech, de verloren de aansluiting naar voren. Tot dan toe ging het eigenlijk goed, dan kon ik het tempo goed volgen. Zelfs van de generatie 2's, ja, die zijn gewoon iets sneller. Dat ging eigenlijk vrij redelijk en Daan de auto overgegeven. Ze kreeg alleen bij de wissel zijn gordel niet goed vast. Dat zit natuurlijk allemaal ingesteld op mij. En ja, dan verloren we weer, ik geloof 18 seconden of zo, dus het is een denkgelopen race. Vooraan in de wedstrijd, daar is hij weer. De winnaar van race nummer 1, Bas Schouten. Perfecte stint, gaat het stuur overgeven aan teammaatje Wart Sluizen. Ondanks die safety car situatie pakte Schouten ook meteen daarna weer zijn voorsprong. Na het mislukte weekend in Zandvoort, nu lijkt hij op weg naar een dubbel. Ja, weer precies hetzelfde safety car. En ik had al een gat van 6 seconden over de radio, hoorde ik. Maar ja, jammer van die safety car. Maar later toch weer de voorsprong kunnen opbouwen naar 6 seconden. En nu heb ik het stuur in handen. Straks na de onderbreking het slotstuk hier vanaf het circuit van Zolder in België. De beslissing in race nummer 2 van de Supercar Challenge. Powered by Henkoek. Wie wint in de 4 verschillende klassen? Tot zo. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Henkoek Tires. Collet Rental and Sales. Febo en Mackler.com, Create Interactive Publications. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Henkoek Tires, Collet Rental and Sales, Febo en Mackler.com, Create Interactive Publications. U bent terug bij de Supercar Challenge powered by Henkoek voor het slotstuk van deze derde ronde van het kampioenschap op het Belgische circuit van Zolder. We zijn bezig met race nummer 2, waarin in de GT-klasse Bas Schouten en Wart Sluis in de openingsfase van de wedstrijd meteen de leiding namen. We hadden heel even safety car situatie door dit momentje van Wim Mulders. Maar Schouten nam daarna meteen zijn voorsprong op de Porsche-rijders, die in de achtervolging zitten.
Slotfase van de GT-klasse. Dit is Wartsluis. Het stuur overgenomen van Bas Schouten. En de voorsprong is er. De voorsprong op Chris Wouters. Die nu het stuur heeft overgenomen van Koen Wouters in de blauw-witte Porsche. Die komt trouwens hier achter twee Lotussen terecht uit de Supersport 1-klasse. Beloofd weer een podium te gaan worden. En ze zijn snel hoor, want ze zijn sneller dan sneller Willem Meijer met de BMW M4 Silhouette. Hier op positie nummer 3. Jos Jansen achteraan begonnen is opgeklommen naar positie nummer 4. Gevolgd door de Turk Cenk Sijkizar. Die had weinig resultatenseconden bij zijn pitstop en ligt voor deze twee mannen. Meijer en De Wilde. De Wilde had de meeste resultatenseconden bij de verplichte pitstop. 20 maar liefst. En dus moet hij in de slotfase nog vol aan de bak. Het eerste target is Dameijer. In de slotfase komt trouwens ook nog Cenk Sijkizar naar voren. Daardoor Dameijer uiteindelijk op positie nummer 7. Sijkizar gaat later in deze wedstrijd nog doorschuiven naar positie nummer 6. John De Wilde wordt vijfde. Dan de Supersport 1-klasse. Kijk, we hebben het verteld voor de break. Ted van Vliet en Jackie van den Ende hebben heel lang doorgereden. Hebben een voorsprong gepakt. Hebben geen resultatenseconde. En als Max Vils dan plaatsneemt in de auto, dan weet je dat hun voorsprong er eigenlijk al is. Alles is super, Max. Alles is goed. Vol Max, zegt Jackie van den Ende. Ja, Vils komt terug op positie nummer 1 op de baan. Van Vliet gaat dan terug naar positie nummer 3. Want Luc van Loon met de blauwe BMW komt daarvoor. Van Vliet op positie 3. Stan van Noord 4e en gevolgd door Ruud Olij met de BMW. Hij ligt 5e. Uitkomen van de Thierry Boutsen chicaan verliest trouwens Ted van Vliet hier een aantal posities. Dan vooraan, dit is een cruciaal moment. Rechts Max Vils, links Luc van Loon. Aan de binnenkant probeert hij het dan hebben. Zo lijkt het bij de auto's heel even contact. En dan heeft Vils een lekke band. Voor die beeld, de nummers 1 en 2. Kijk, Vils nu, snelheid weg. En dan komt Stan van Oort naar voren. Ja, de snelheid is weg. Oei, Max Vils verliest het hier door een lekke band. Dat is balen, dat is zuur. Het ging fantastisch. We wisten natuurlijk, ik kon lekker bij de eerste drie rijden. Heel constante tijden, de auto was goed. We probeerden hem ook goed te houden voor Max. Ja, na de wissels liggen we eerste. Een beetje wat we gepland en gehoopt hadden natuurlijk. En Van Loon die zet hem in de zijkant, waardoor we nu een lekke band hebben. Ja, nou is de race voorbij. Maar wat gebeurt er vooraan? Luc van Loon met de BMW heeft de leiding voor Stan van Oort met de Cupra. BMW versus de Cupra. Het is een gevecht in de slotfase van de wedstrijd voor de Supersport 1-klasse. Natuurlijk, van Oort weet hier dat bij winst ze helemaal terug zijn in de strijd om de titel. Want ze gaan het weer beter doen, net zoals tijdens race nummer 1. Dan leid ik het kampioenschap René Steenbets. Maar om Van Loon voorbij te komen, moet je in Zolder volledig de trucendoos open gaan trekken. En dat doet Van Oort heel slim. Snelste raceronde deze wedstrijd is trouwens gereden. Kijk, dan zeg je van tevoren voorwiel aangedreven auto. Lastig, lastig. Door Dennis de Borst, de openingsfase 1.40.5. Van Oort probeert het op Luc van Loon. Maar die denkt, dit is mijn kans om in Zolder toe te gaan slaan met die krachtige BMW. Van Oort neemt alle risico's. Team van Febo Racing heeft voor race nummer 2 de setup van de Cupra veranderd. Nu moet het gaan gebeuren, maar het verschil loopt weer iets op. En let op wat daarachter gebeurt. Ruud Olij is de witte BMW, maar die ligt een rondje achter. Gevolgd door Marcel van der Maat. Die zit, zo lijkt het op dat moment, een beetje ver nog in de wachtkamer. Moet een aantal achterblijvers voorbij. Maar Van der Maat, we weten dat hij in alle sectoren snel is, die gaat nog versnellen in de slotfase. En komt dan heel snel dichterbij. Kijk maar, die komt hier in de buurt van Stan van Oort. Daarvoor zit nog Olij, maar nogmaals, die ligt zo'n ronde achter. Die zal niet aanvallen. Wil ook wel voorbij Van Oort, maar Van der Maat komt met rasse schreden op vermogen met de BMW dichterbij. Daar gaan we richting de chicane. Olij gaat hier voor Van Oort, nogmaals, ronde achterstand. Maar let op, kijk, daar is hij al. Van der Maat vindt nu de aansluiting bij Stan van Oort. En nu wordt het rekenen. Gaat Van der Maat nog op weg naar een podiumpositie? Ja, want Van Oort lijkt klem te zitten. Daar is de snelheid weg. Nu laat hij remmen. Van der Maat, niet ideaal. Buitenkant neemt al heel veel risico's. En ook hij gaat de grindbak in. Komt hij dan terug op de baan? Stof. Kijken. Nee, voorsprong op de nummer 4 was er al. Dus blijft hij op de plek waar hij zit. Maar voorlopig aanval mislukt. Het is warm in Zolder, dat merkt ook Seat-rijder Nick Sanderson. Een van de uitvallers in de Supersport 2-klasse. Waar deze man voorlopig nog de leiding had, Nicolas de Lengre.
Met de Peugeot wordt achtervolgd door Rogier de Leeuw met de BMW. Gespint in de openingsfase, maar hij komt sterk terug en pakt alsnog de overwinning in de Supersport 2-klasse. Terug de laatste paar minuten in de GT-klasse. Het duel om positie nummer 5 en 6. Dus in het geel-zwart, Zeng Sijkisar en John de Wilde. De Wilde veel resultatenseconden bij zijn pitstop. Hij wil veel, maar Sijkisar... De eerste echte moment in de wedstrijd dat Sijkisar zich laat zien. Aanvallend en verdedigend rijdt, zoals we dat ook gezien hebben op Zandvoort. Het levert hem voorlopig P5 op. Maar de Wilde, ook hij, gaat er... Ah, dit is scherp. Ik wou zeggen, hij trekt de trucendoos open. Remt later, valt aan. En schuift hij door naar P5 in de GT-klasse voor Sijkisar. En daarachter zit dus nu Daan Meijer. Oh, hier gebeurt ook nog wat. Derde en vierde plaats in de GT-klasse. Jos Jansen had weer heel eventjes positie 3 teruggepikt van deze Willem Meijer. Maar die denkt, ho, deze plek is van mij. Dus de BMW weer op positie nummer 3 met achter het stuur Willem Meijer. En dit is de BMW op P1 met achter het stuur Bart Slauers. Slotfase van de wedstrijd. Nicolaas de Lenker heeft dan een fout gemaakt. En oeh, daar krijgen we nog Ted van Vliet. Schrikt hij nou van de Lenker? Of ligt daar iets? In ieder geval is Van Vliet er vanaf. De man die lange tijd tweede lag omdat hij heel lang door blijft rijden tot zijn verplichte pitstop. Nu wordt hij slechts 9e. Overigens buiten beeld dan ook problemen voor Max Vils. Problemen met de versnellingsbak met de Cupra. Opnieuw de auto aan de kant. Ook gebaren en zorgen bij Sandra van der Sloot. Ze heeft het stuur nu overgegeven bij de verplichte pitstop aan John van der Voort. In de rode Alfa, die komt meteen onder druk te staan van de Clio van het team van Spirit Racing. Met achter het stuur Bart Dros. Gevechten om P1 en P2 in de wedstrijd. Maar daar komt een derde speler bij. Ga niet zeggen dat een sportklasse niet interessant is. Daar komt Bart van der Broek. Aanval op John van der Voort, die in de rode Alfa voorlopig nog P2 houdt. Maar dit is het treintje in de slotfase van de wedstrijd. Wie hier ook gaat winnen, één ding is zeker. Ze gaan briljante zaken doen voor het kampioenschap in de wetenschap. Dat kampioenschapsleider Rob Nieman al is uitgevallen. Verderweg het snelste op de baan in de sportklasse is deze Bart van der Broek. 1.47, de rest zit in een 1.49. Nu doorgeschoven naar positie nummer 2. De rode Alfa van John van der Voort gaat terug naar positie nummer 3. Dan is er nog één target. En dat is Bart Drost met de Renault Clio 1.6. Oeh, Van der Broek komt heel snel dichterbij. Zet hem er dan hiernaast. Nu is de vraag, wie heeft de langste adem? Dat lijkt Van der Broek te zijn. Wordt vervolgd. Dan de Supersport 1-klasse. De beslissing. Wie wint de grote prijs van Zolder? Dit is het duel om positie nummer 2 en 3 in de wedstrijd. Tussen Marcel van der Maat en Stan van Oort. Want daarvoor zit nog de BMW van Luc van Loon. Die lijkt niet te kloppen. Die raakt nu rechts het beeld uit. Dit kan nog leuk worden. Laatste minuten van de wedstrijd. Daar komt Van der Maat met snelheid op de BMW. De voorwielen van de Cupra staan recht. Dan vindt hij hier de snelheid. Dan kan Van der Maat het weer gaan doen met heel laat remmen. Kiest zijn aanval uit. De plek uit. Waar slaat hij toe? Voorlopig blokt Van Oort perfect. Vierde plek is er voorlopig in de klasse voor René Steenwetz. Nog steeds de leider in het kampioenschap. Lange rechterstuk. Nu laat remmen. Kiezen, zoeken. Van der Maat zit er nog achter. En Van Loon, voor die beeld, loopt verder weg. Gaat op weg naar de eerste zege van het seizoen. Maar wie wordt er tweede? Stan van Oort of in oranje BMW Marcel van der Maat? Oeh, daarbij is inmiddels ook gekomen. Leider in de wedstrijd in de GT-klasse. Dat is Bart Sluis. Die moet er nu voorbij. Kan Van der Maat dan de aansluiting vinden en in de slipsteam zo meteen meegaan met de BMW-rijder en zo de aanval alsnog openen op Stan van Oort? We hebben een cameraatje in de auto van Marcel van der Maat neergezet. Drie spelers, die winter. Rechts, daar gaat hij. Ja, komt hij net iets te kort of niet? Op de lange adem, met grote ballen gaat hij er voorbij. Marcel van der Maat zet hem voor de auto van Stan van Oort. Het gebeurt in de laatste drie bochten, maar beter laat dan ooit. Van der Maat tweede en Luc en Ronald van Loon binnen met de BMW. Maar dit is ontlading. Ontlading ook bij team van JR Motorsport, want Wartsluis en Bas Schouten winnen beide wedstrijden op het circuit van Zolder. In race 2 6,9 seconden voorsprong op Chris en Koen Wouters met de Porsche. Na 2-0 resultaten op het circuit Zandvoort is er dan nu de sportieve revanche. Twee overwinningen brengt hun terug in de strijd om de titel. Onze strategie klopte tot net aan de safety car, maar goed, het is voor iedereen safety car en
Dan hebben we gewoon aangezet en ons ding teruggedaan. En met de voorsprong die Bas had opgebouwd, hadden we wat reserve. Maar het ging supergoed vanaf ronde 1. En ik denk dat we de snelste op de piste waren, ook in mijn stint. Ja, ik ken Zoller natuurlijk zeer goed. En voor sommige jongens is het iets moeilijker. Maar de auto deed het opnieuw supergoed. Ik kreeg de auto ook in goede conditie van Bas. De banden waren net iets beter dan gisteren. Ja, gewoon topweekend voor ons. De stand in het kampioenschap in de GT-klasse, waar Michael Vagen en Willem Meijer nog steeds de leiding hebben. Maar Bart Sluis en Bas Schouten begonnen het weekend vanaf positie nummer 8 en staan inmiddels weer tweede. Dan het podium in de Supersport 1-klasse. Daar is hij hoor, de zege voor Roland en Luc van Loon tijdens race nummer 2. Voor Marcel van der Maat en Peter Schreurs, positie nummer 3 op 0,6 seconden. Stan van Oort en Dennis de Borst. Wij praten met de winnaars. Ja, het ging goed. Aan het begin vielen we een beetje terug, maar daarna konden we na de pitstops alles weer bijrijden. Uiteindelijk gevecht gehad om 2 en 3 en ook om 1 en al erin gehaald, dus dat is goed hè. We hebben rekening gehouden met de ontzettende warme omstandigheden, want dat was echt nodig. Gisteren een klapband, dat willen we uiteraard niet meemaken, dus de tactiek die we bedacht hebben, heeft gelukkig een keer gewerkt. We zijn er heel blij mee. Dan de stand in het kampioenschap. Supersport 1-klasse. René Steenmetz nog steeds aan de leiding. Maar Dennis de Borst en Stan van Oort staan inmiddels tweede met 1 punt achterstand. Dat belooft wat voor de volgende wedstrijd in Zandvoort. Supersport 2-klasse. De winst voor Patrick de Vrede en Rogier de Leeuw. Ze hebben ook nog steeds overtuigend de leiding in de tussenstand van het kampioenschap na 3 raceweekends. We hebben nog 1 klasse te goed. Ja, dit wordt een ontknoping hoor. John van der Voort verloor net een positie aan Bart Drost. Maar knokt in de slotfase met de rode Alfa echt zoals ze hem niet eerder hebben zien knokken. Hij geeft alles. Hij heeft het vertrouwen. De auto is er. De bandjes doen nog wat ze moeten doen. En dus krijgen we een gevecht om de twee. Oh, een foutje daar. Een foutje van Bart Drost die zich opgejaagd voelt door John van der Voort. Die uiteindelijk met Sander van der Sloot nog een tweede plaats pakt. Voor Bart Drost en Pascal Elert. De derde overwinning van het seizoen voor de regerend kampioenen die een moeizame wedstrijd reden op zaterdag, maar nu toeslaan. Ja, gisteren had een beetje een probleem met de wagen, met de grip van de wagen en het vermogen. Het kwam er niet uit wat we verwacht hadden. Dan hebben we vannacht nog de afstellingsschoen aangekeken en een beetje bijgesteld. En vandaag werd het perfect. Gewoon alles was orde, vermogen, baling, alles was perfect. Alles. We konden direct de leiding nemen en Bart heeft het perfect afgemaakt. Hè. Stand in het kampioenschap in de sportklasse. Chris Voet en Bart van der Broek nemen de leiding nu over van Rob Nieman. Bart Drost op positie nummer 3, gevolgd door John van der Voort en Sandra van der Sloot. Tot zover de derde wedstrijd van het seizoen van de Supercar Challenge, powered by Henkoek. Dit weekend rijden de mannen op het circuit Zandvoort. Uiteraard binnenkort bij RTL 7 een uitgebreid verslag van het vierde raceweekend van de Supercar Challenge, powered by Henkoek. Graag tot dan. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Henkoek Tires, Collet Rental & Sales, Febo en Mackler.com, Create Interactive Publications.